zijn live. Welkom iedereen bij dit webinar van het KNVB. Mijn team wedstrijd klaar in 3 weken. We hebben meer dan 200 aanmeldingen gekregen, dus we zijn vanavond met ongeveer 200 mensen hier die deze webinar volgen. We gaan het ongeveer op een uur houden vanavond. En we zullen het gesprek aangaan met Wim Schultmeijer, Jan Schouk van der Bos, Maaike Willemsen en Tineke Bos. Ook hebben jullie een vraag- en antwoordfunctie, die zie je aan de zijkant. De vraag zal ik in de gaten houden en dan kun je ook vragen. Tineke, dan geef ik hem over naar jou. Ja. Nou, ik zal proberen om jullie vragen en antwoorden af en toe tussendoor te gooien of mee te nemen. Mocht dat niet het geval zijn, komen we daar in ieder geval op terug. De webinar wordt ook opgenomen, dus je kunt ook andere mensen nog even terug laten luisteren. Dus als die die bij kunnen zijn, is het ook handig. Ja, heel mooi dat er zoveel belangstelling is voor een onderwerp die wij toch wel belangrijk vinden. En vanuit de praktijk gezien, en vanuit voorbeelden of vragen, denken we dat dit actueel is. Dat blijkt aan het aantal deelnemers die deelnemen aan het webinar. En ook wel mailtjes van mensen die hem achteraf gaan luisteren, omdat ze vanavond moeten trainen. Denken we dat het heel actueel is. Wim, als je nou, we hebben dit onderwerp gekozen in overleg met jullie, of eigenlijk is het jullie voorstel vanuit Top. Wat is nou de aanleiding geweest voor jou om dit onderwerp aan te kaarten? Corona. Waarbij we natuurlijk met elkaar in de probleemstelling komen dat we heel wat, een hele lange tijd uitgeschakeld zijn. Sinds we niet onze sport mogen beoefenen. En toen was het nog de vraag van ja, gaat de competitie nog vervolgen? In eigenlijk alle sporten was het toen dezelfde vraag van hoe moeten we dan weer de boel gaan opbouwen? Ik denk dat in andere sporten lopen ze al heel... lopen ze al best een stukje voor op ons betreft belasting en belastbaarheid en de kennis daarover. En ik persoonlijk mis ik die nog wel veel in het korfbal. Dus denk ik dat wij als bond ook een, voelde ik wel de verantwoordelijkheid van om mensen daarover in te lichten of te informeren over wat voor factoren moeten we nou rekening mee houden op het moment dat we straks weer eventueel kunnen starten. Nou. Het seizoen was voorbij. Er komt nu een zomervakantie aan. Dus we staan eigenlijk nog langer stil. Wat betekent dit voor ons? Dit zijn factoren waar we eigenlijk allemaal helemaal geen ervaring mee hebben. En dus zou ik graag de kennis die wij met Team NL hebben in de loop der jaren hebben opgedaan, zou ik gewoon willen delen. En dan is het aan ieder om daarmee te doen wat hij wil. Ik wil voorkomen dat wij gaan vertellen hoe het moet. Dus helemaal niet. Maar ik probeer eigenlijk gewoon de kennis te delen die we hebben. En hopelijk hebben de mensen daar wat aan. En jij zegt wij. Hè? Wij hebben daar kennis en ervaring mee. Als we praten over belasting en belastbaarheid. Vanaf welke leeftijd denk je dat het onderwerp relevant is? Of moet ik dat aan Maaike vragen? Nou, als ik in eerste instantie antwoord. Ik denk dat het eigenlijk over alle leeftijd van belang is. Maar dat je verschillende fasen in hebt waar het extra aandacht behoeft. Op het moment dat er een enorme groeispurt is. Als ze de overstap maken naar de middelbare school. Dus heb je het al bij de jeugd, heb je er al mee te maken. Als ze vanaf de aspiranten overstappen naar de junioren. Als er grotere fysieke verschillen zijn. Dus eigenlijk heb je op alle vlak, alle laag. Heb je te maken met belasting en belastbaarheid. En dat je daar gewoon kennis van moet hebben. Welke factoren nou invloed hebben. En hoe je daar als coach mee om moet gaan. Ja. Toen ik begon als trainer, als coach. Was, als het dan onderwerp fysiek kwam. Dacht ik eigenlijk alleen maar aan krachttraining. En niet naar de basis. Naar hoe zwaar is nou eigenlijk een korfbaltraining. Wat doen we nou eigenlijk echt in een wedstrijd. Hoe zwaar is een wedstrijd überhaupt? En hoeveel tijd heeft mijn lichaam nodig om daarvan te herstellen? Welke invloed heeft slaap? Daar zijn we in de loop der jaren, samen met Leon Braunstaal ben ik daarin gaan. Zelfstudie, zijn we gewoon in gaan. Ook met andere sportcoaches zijn we in gesprek gegaan. En gelukkig zijn we de laatste jaren zijn wij in de gelukkige omstandigheden vanuit NOC-NSF. Maaike hebben kunnen toevoegen aan ons programma. Maaike is een prachtig woord, embedded scientist. Nou, dat is natuurlijk een omschrijving van niks. Maar in feite gaat het erom dat Maaike wetenschappelijke kennis brengt in het programma.
Ja, en dat heeft nog veel meer ons gebracht, waardoor wij nog veel beter kunnen onderbouwen waarom we doen wat we doen. Dat sommige keuzes die we al jaren maken op basis van gevoel en ook ervaring, dat dat de juiste is, maar ook sommige helemaal niet de juiste. Ja, en dat is een enorme meerwaarde. Maar ik moet ook wel echt zeggen, je moet ook wel echt een apart iemand erbij hebben met deze kennis. Want als je het echt helemaal in je eentje wil gaan doen, dan kan je het er niet meer naast doen. Nee, dat lijkt me ook een hele klus. Nou, vanuit jouw ervaring, Sjouk, 13, 14 jaar bondscoach geweest. Heb jij daar een ontwikkeling mee doorgemaakt? Van de informatie die we omtrent belasting en belastbaarheid hebben? Hoe heb jij dat meegemaakt, die tijd, toen je bondscoach was? Nou, dat zijn we met name tegen gaan komen. Toen we vanaf 2005 eigenlijk een fulltime programma zijn gestart. Waarin we dus echt elke dag in principe aan het sporten waren. Dan gaat het spelen. Zolang je, laten we zeggen, 2 tot 3 keer in de week, heel misschien 4 keer in de week sport. En je bouwt het een beetje langzaam op. Dan gaat het allemaal natuurlijk redelijk goed. Maar op het moment dat je elke dag moet en dat je het programma steeds voller stopt met zaalcompetities, veldcompetities, bekerwedstrijden, Europacups, korfbalchallenges, WK's, EK's, allemaal door elkaar heen gaat krijgen. Ja, dan moet je wel een hele hoop, dan moet je inzicht gaan maken van wat het eigenlijk allemaal is. En je moet je verstand gaan gebruiken. En je moet kennis dus opdoen. En die probeer je dan altijd maar te vergaren. En dat ligt niet allemaal voor het oprapen. Dus dat is eigenlijk laten we zeggen, mijn ervaring met het opbouwen van in een druk programma, hoe je dat moet doen. Nou, daar heb ik wel het een en ander over geleerd. Maar ik denk het heel fijn is dat Maaike er is. En ik denk dat Maaike de kans eigenlijk moet nemen nu om daar ook misschien een beetje in de dingen te vertellen. Zoals zij er tegenaan kijkt. Ja, Maaike, ik denk dat Sjouke jou de bal toerolt. Hoe kijk jij daar? Kun jij een schets maken van wat je hebt waargenomen in de periode die je meegelopen hebt met Team NL? Jazeker. Eerst, nou, de introductie. Jullie kennen mij niet. Ik ben dus Maaike en ik ben Embedded Scientist. Het is een beetje een vage term. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd en ik ben nu sportwetenschapper. En de term Embedded betekent vooral dat ik als sportwetenschapper echt bij de staf van een team hoor. In plaats van andere sportwetenschappers die dan vaak voor een universiteit werken. En mijn rol is om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktische omgeving. Want heel kort door de bocht, als de wetenschap zegt stop maar met trainen, gaat een trainer natuurlijk daar nooit zomaar naar luisteren. Dus het is continu samen in gesprek gaan en waarop baseer je keuzes? Wat is de middenweg? Mijn argumenten tegenover natuurlijk een trainer die het liefst optimaal gebruik wil maken van zijn speler. En die uitdaging, dat zie je overal in terug. Dat is het lastigste al uiteindelijk. Hoe beslis je of iemand fit is of niet? En moet hij misschien wat meer rust pakken? Dat zijn de mooie uitdagingen die wij binnen de staf van Team NL met elkaar aangaan. En waarin we samen proberen het maximale uit elke speler te halen. Want je loopt al, denk ruim, hoe lang loop je al mee? 2 jaar of zo? Ja, ruim 2 jaar. Ja. Kun je met een voorbeeld komen, een concreet voorbeeld waarvan je dacht, nou, hier heb ik nou gelijk toen ik begon bij Team NL. Dat was gelijk al een punt van aandacht die ik met de coach of met de staf besproken heb. Heb je daar een idee bij of een concreet voorbeeld? De start, wanneer je dan zo binnenkomt bij je team, is toch wel inzichtelijk maken. Wat doen de spelers nou binnen een week? En hoe is de verdeling daartussen? Bijvoorbeeld, hoe is de verhouding tussen het aantal trainingsdagen en het aantal wedstrijddagen? En welke rustdagen zitten daartussen? Naast dat ik dit voor korfbal doe, doe ik dit ook voor handbal. Ja, het is misschien een klein beetje flauw om te zeggen, maar het eerste wat mij opviel is dat er qua totale trainingsomvang echt wel een verschil zit in handbal en korfbal.
waarbij bij handbal wel dagelijks 2 keer wordt getraind met de allergrootste talenten. Ja. Dat zijn wel gesprekken waar je het dan over hebt. Hoe ziet de korfbalbelasting eruit? En ja. Nou, mag ik daar even op inhaken, Tineke? Als wij, eigenlijk met de komst van Maaike kregen we ook de toegang tot het LPM-systeem op Papendal. De gemiddelde voetballiefhebber die kent de hesjes waarmee voetballers trainen. Die apparaatjes die ze tussen hun schouderbladen hebben. Die de GPS, op basis van GPS eigenlijk alles meet van wat doet deze speler. Wat voor afstanden loopt die, hoeveel richtingsveranderingen, hoeveel versnellingen, sprints. Waardoor we niet alleen maar een idee hadden van Richard Kunst doet veel minder dan Laurens Leeuwenhoek. Dat doen we op basis van gevoel. Vaak zit je er helemaal naast. Maar nu heb je ook gewoon een feitelijke weergave van wat doet deze persoon nou eigenlijk. En je kunt er ook veel beter een getal op prikken van nou... Zo zwaar was, dit heeft de speler echt gedaan, waardoor je dus minder gaat gissen, maar gewoon, je weet veel meer. En op basis daarvan stel je dan de vraag, nou, hoe zwaar vond je nou deze training? En dan kom je met elkaar in gesprek, waarbij je niet alleen maar subjectief met elkaar praat, maar ook gewoon objectief gewoon cijfers kan presenteren. Van, nou, je hebt gewoon de laatste kwartier van de training, doe jij een heel stuk minder dan de rest. Waarom is dat? In een wedstrijd, de laatste 10 minuten zak jij verder weg dan een ander. Hoe kan dat? Nou, of misschien begin jij wel veel meer of minder. En dat betekent niet gelijk dat iemand het goed of niet goed gedaan heeft. Maar het is een startpunt van een gesprek over de belasting van een activiteit, van een wedstrijd of een training. Heeft het je ook wel eens, Wim, bijzondere inzichten gegeven dat je denkt van verrek, god, die speler doet dat en dat. Ik sta er helemaal verbaasd van eigenlijk, dat je het zelf... Dat je eigenlijk verrast wordt door de informaties. Heel vaak zit je goed. Maar af en toe denk je ook van oké. Bijvoorbeeld het aantal sprints wat wij doen. Ik dacht dat wij een hele explosieve sport zijn met heel veel versnellingen. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Ons grote kenmerk is juist het harde stoppen. Dus de deceleratie is bij ons enorm. Maar het aantal acceleraties... laten we zeggen, vanuit stilstand in één keer bam, weg, stil en bam. Dat gebeurt bij ons eigenlijk niet zo heel veel. De afstanden die wij afleggen tijdens een wedstrijd vond ik redelijk laag. 6 kilometer, nou, dat is niet heel erg bijzonder. Ik denk dat sowieso, en daar moet je altijd mee oppassen dat je het vergelijkt met een andere sport, want alles is specifiek. Maar ik was, als je echt gewoon puur naar de cijfers kijkt, dacht ik van, nou, het valt eigenlijk best wel mee. Ja. Maar als je, we zitten nou hier met 200 trainers. Ja. En die hebben allemaal hun eigen team, die trainen 2 keer per week. Hebben geen meetapparatuur, kunnen niet de slaap van de spelers meten, de inspanning, hebben niet allemaal dat luxe. Hoe, Maaike, kun je daar iets over vertellen? Hoe krijg je nou zelf inzichtelijk, of hoe moet je daarmee omgaan? Om juist die belasting en belastbaarheid goed in te vullen. Zodat ze niet na 6 weken allemaal geblesseerd zijn. Of misschien wel eerder. Dat is een hele complexe vraag die uit heel veel onderdelen bestaat. Ja. Gooi die presentatie er gewoon anders in, Maaike. Dat is makkelijk. Be my guest. Dat zal ik even doen. Kijken, gaat het goed zo? Ja hoor. Ik was eigenlijk van plan om te beginnen met een kleine actualiteit. Hebben we dit eerder meegemaakt, een lockdown. Er is dus blijkbaar in 2011 ook een soort lockdown geweest bij de Amerikaanse NFL. En ik weet niet of jullie mijn cursor kunnen zien, maar in een normaal seizoen hadden zij 5... Achillesscheuringen per jaar. En na die lockdown waren dat er 12 in 1 maand. Om maar even aan te geven dat wat voor invloed het kan hebben. Anderzijds zie je nu in het nieuws wekelijks weer dit soort artikelen voorbij komen. Hoeveel blessures er wel niet in de Bundesliga zijn. Na de coronastop ten opzichte van daarvoor. Dat is 3 keer zoveel. Het is niet per se een corona-gerelateerd probleem. Je ziet het natuurlijk elk jaar terug.
bijvoorbeeld in de wintermaanden, de Premier League, het Engelse voetbal, waarin heel veel wedstrijden worden gespeeld in december. En dus vorig jaar op Nieuwjaarsdag 12 blessures op één dag voorkwamen. En een citaatje van onze Nederlandse trainer Peter Bos bij Leverkusen. Ja, normaal hebben de spelers eigenlijk nooit spierpijn. En nu in één keer wel. Wat zit daar nou achter? En als we dan even gaan kijken hoe ontstaan blessures, weten we, er komen altijd meer blessures voor in wedstrijden dan in trainingen. De intensiteit bij een wedstrijd ligt natuurlijk veel hoger. Logischerwijs levert dat dan ook meer kans en blessures op. We weten dat er meer blessures voorkomen als je meerdere wedstrijden in een week gaat spelen. Mocht je een hele korte voorbereidingstijd hebben of een te korte voorbereidingstijd, dan is dat van zeer grote invloed. Bijvoorbeeld dus bij de Bundesliga wat je nu ziet. Die voorbereidingstijd hebben ze best wel onder druk gezet, omdat zo snel mogelijk het voetbalseizoen weer afgemaakt moest worden. En dan heb je natuurlijk in dit geval nog extra invloed van de lockdown. Spelers hebben helemaal niet kunnen trainen. Ze konden niet eens naar een sportschool. Je bent heel beperkt geweest in het materiaal wat je had. Ze zullen waarschijnlijk een beetje hard gelopen hebben. En wat je thuis hebt is fijn als je het kan gebruiken. Ik heb hele creatieve opstellingen gezien met bierkratjes en weet ik wat allemaal. Ja, dit heeft niemand ooit nog meegemaakt zonder lange periode van weinig kunnen doen. En als je dan nu weer voor de opdracht hebt je weet weer wanneer de competitie gaat starten. Hè? Hoe word je weer fit in zo'n korte tijd? En ik heb nou eigenlijk een paar punten waar je ten alle tijde rekening mee zou moeten houden. Dat is als eerste periodiseren, het plannen van je trainingen. Je weet nu wanneer je trainingen weer beginnen. Je weet wanneer je je eerste wedstrijd hebt. Zou 3 weken kunnen zijn. Ik hoop dat het bij sommigen langer is. 3 weken is erg kort. Hoe ziet je trainingsplan eruit? Begin je heel rustig? Begin je heel zwaar? Ga je misschien de eerste week wat korter dan normaal trainen? Het is goed om daar een opbouw in te maken. En een andere vorm van blessures voorkomen is de wellness. Hoe voelt een speler zich? Dus los van alle fysieke belasting die en of die de speler iets heeft gedaan of niet, slaapt hij goed? Is hij goed hersteld van de vorige training? Heeft hij stress door school of werk? Ik heb laatst een onderzoek tegengekomen bij de waterpoloheren. Daar bleek dat 60% van de blessures was gerelateerd aan verminderde slaap en herstel in combinatie met een verhoogde motivatie. De spelers wilden heel hard werken, maar herstelden veel te slecht. En dat, in hun geval was dat echt een voorspeller van blessures. Dus het is altijd goed om je spelers goed in de ogen aan te kunnen kijken en weten hoe het met ze gaat. Dan natuurlijk herstel, heel belangrijk, ik noemde het net al bij de wellness. Het is bekend dat na een wedstrijd dat het 48 uur duurt voordat jij fysiek weer helemaal hersteld bent van de wedstrijd. En mentale vermoeidheid kan zelfs 72 uur duren. Nou, dat is heel lang. Stel jij hebt 2 wedstrijden in een weekend. Dan is geen enkele speler op tijd hersteld voor die 2e wedstrijd. Dat zijn dingen om zeker rekening mee te houden. En als die speler dan ook nog eens een hele korte voorbereidingstijd heeft gehad, wordt dat risico op blessures natuurlijk nog extra groot. En dat een herstel, fysiek herstel 48 uur duurt, dat betekent niet dat je 48 uur helemaal niks mag doen. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden en om de activiteit die wel binnen die 48 uur valt,
om die aan te passen in intensiteit. En laten we vandaag maar even vooral schotseries gaan doen in plaats van sprinten en springen en de zwaardere oefeningen. En als laatste heb ik dan ook nog de trainingsondergrond. De afgelopen periodes waren natuurlijk alle binnensportaccommodaties dicht. En spelers zullen vooral buiten gesport hebben. Er zit een heel groot verschil in demping tussen een kunstgrasveld en een zaal. Dus ook dat is iets om zeker rekening mee te houden. Een sprong in de zaal is veel zwaarder voor je knieën dan een sprong buiten op het veld. Kijken. Wat is dan belasting? Je hebt eigenlijk twee. Waar ik mee moet beginnen. Belasting is eigenlijk de combinatie van de duur waarop je hoe lang de activiteit duurt en de intensiteit waarmee je die oefening of die hele training aflegt. Dan heb je altijd interne belasting en externe belasting. Nou, externe belasting, dat is bijvoorbeeld het aantal meters wat jij loopt. Of het aantal herhalingen dat jij een bepaalde krachtoefening doet. Dat zijn eigenlijk dingen die worden opgelegd door een trainer. En jouw interne belasting is hoe jouw lichaam daarop reageert. En een voorbeeld daarvan is natuurlijk de hartslag. Hoe reageert jouw lichaam nou op de opdrachten die jij krijgt? En dan heel specifiek voor korfbal. Schouders is een vorm van belasting die je echt op moet bouwen. Als spelers een hele lange tijd weinig hebben gegooid en in één keer tijdens een training 100 ballen gooien, is dat een grote belasting op de schouder die zij niet gewend zijn. En in deze positie is het niet alleen werpen, maar is het ook met een gestrekte arm een bal opvangen en meteen weer doorpasen. Het zijn bewegingen die spelers afgelopen periode niet hebben gemaakt. En links onderin kwam nu een cirkeltje tevoorschijn. Enkels, knieën, ook wel de gewrichten waar vaak blessures voorkomen binnen het korfbal. Als jij gaat hardlopen, dan heb je hele andere belasting op je gewricht dan wanneer jij, zoals Daan hier, vanuit stilstand met volle snelheid in versnelling richting de bal gaat. En springen, landen, het zijn allemaal ongecontroleerde sprongen die je maakt. En daarnaast komt natuurlijk nog het mentale. Reageren op je medespelers heb je ook heel lang niet kunnen doen. Waarschijnlijk worden er ook oefenwedstrijden georganiseerd om binnen de club natuurlijk weer even lekker gezellig met z'n allen samen te kunnen zijn. En je wil ook je best doen om het publiek een leuke middag te geven. Dat is ook mentale druk wat erbij komt kijken. En om zomaar even voorbeelden te geven van belasting die in elke korfbalwedstrijd terugkomt, maar die je de afgelopen periode niet hebt na kunnen bootsen in je eigen tuin. En dan is de vraag natuurlijk, hoe bouw je dat op? En dat is lastig. Ik heb hier een schemaatje. Het kan een beetje veel moeilijke informatie zijn. Wat je hier eigenlijk op de verticale as ziet, is hoeveel weken is er aangepast getraind? Nou, in het geval van corona is dat natuurlijk nog heel veel meer. Maar dit is even een schemaatje om het algemeen aan te geven. En op de andere as zie je hoeveel procent hebben ze kunnen doen. Dus stel normaal gesproken hebben wij, ik noem maar even, 4 weken zomervakantie. En dat doen we thuis allemaal, doen we wel een klein beetje, is 20%. Nou, dan kijk je en dan kom je hier uit. Nou, dan betekent dat het 4,7 weken duurt voordat jij weer op jouw volledige belasting bent. En in totaal, vanaf het moment dat jij dus, vanaf dat de zomervakantie inging, duurt het bijna 9 weken voordat je weer op en top fit bent. En hoe langer jij niks doet, of
hoe minder jij doet. Stel, we doen 2 weken helemaal niks. Ja, dan zitten we ook op 4,5 week voordat we weer helemaal fit zijn. Dus ja, wat je daar zelf al in kan doen, is bedenken hoeveel doen mijn spelers nu thuis. En dan met name, hebben zij al gesprongen, hebben zij al gesprint. Want zeker die belasting die zo die juist blessures kan, het risico op blessures kan vergroten, is heel belangrijk dat spelers daar al een beetje aan gewend zijn. En zeker als er op zeer korte termijn ook wedstrijden worden gepland. In een wedstrijd kan je niet rustig aandoen. Iedereen gaat volle bak. Je speler moet voorbereid zijn op zulke bewegingen. En zoals je in dit schemaatje ziet, dat duurt echt wel een paar weken. En een belangrijke regel die vanuit de wetenschap ook vaak terugkomt als een soort handvat, is dat eigenlijk de totale belasting van een week en dan die week daarop mag niet zwaarder dan, ik moet het even opnieuw zeggen, het verschil tussen 2 weken mag eigenlijk niet meer dan 10% zijn. Dus je kan niet in 1 week van 2 uur per week trainen naar 6 uur per week trainen. Zo'n stap is veel te groot. Je moet echt met ongeveer 10% idealiter opbouwen om te zorgen dat die spelers geen onnodig blessurerisico oplopen. Mag ik één vraag stellen even over dit schema, Maaike? Zeker. Is dat ook dezelfde, je geeft hersteltijd aan, of weken. Is dat ook voor jeugd? Geldt dat dezelfde tijd, zeg maar van 12 tot 18? Dit onderzoek is waarschijnlijk gedaan bij professionele atleten. En toen ik deze erin zette, bedacht ik ook al, iets als corona is eigenlijk zo anders dan een paar weken wat minder doen. Dat zijn natuurlijk waarden. De uitzonderlijke waarden komen altijd minder voor. Dat is minder wetenschappelijk bewezen. Je stelde de vraag over kinderen net ook al aan Wim. Sommige periodes in je leven, met name bijvoorbeeld de puberteit, is gewoon heel belangrijk om hier heel veel rekening mee te houden. Omdat ze natuurlijk in de groei zijn. De spieren lopen wat achter op de groei van het bot. Die worden al onnodig, die worden al opgerekt. Die zijn dan tijdelijk minder sterk. En dat is zeker iets om rekening mee te houden. Ja, dus ik vraag even tussendoor. Ik zie die vraag op de chat komen. Eén vraag is ook, en misschien kan Wim daar wel op antwoorden. Als je selectie komt heel divers terug uit een bepaalde periode, ook uit deze lockdown. De een heeft bootcamp gedaan, de ander heeft misschien alleen maar keihard gefietst buiten. Er waren best alternatieven, niet vergelijkbaar met korfbal, maar wel alternatieven. Dan komen ze allemaal terug op de training en daar zit natuurlijk een groot verschil in hoe iedereen zich fysiek heeft ingespannen. Dat is misschien altijd wel zo, maar nu wat meer. Hoe kun je dan beginnen met het vaststellen hoe je de opbouw van je belastbaarheid per speler doet? Is dat echt, ik weet niet of jij dat doet, maar doe je dat echt per speler? Of pak je toch het gemiddelde per team? Of hoe doe je dat? Ga je dan niet uit altijd van de zwakste? Of je hebt je microfoon uit. Nu is het goed, hè? Ja. Het belangrijkste is om eerst om vast te stellen, niemand heeft gekorfbald. Dus als jij nou geweldig fit bent, ja, ben je niet korfbalfit. Dus je hebt waarschijnlijk hartstikke mooi gefietst en je bent misschien afgetraind, maar je hebt niet vrijgespeeld. Er is geen korfbalduel geweest, dus je bent net zo slecht voorbereid als een ander. Tuurlijk loop jij fysiek even wat voor, maar ook jij begint op nul. Het enige is dat je dan misschien wat sneller de sprongetjes gaat maken. Dus mijn advies is in deze, pak de minst goede fitte, hè, dus de minst fitte, en dat is je basisniveau. En misschien kun je dan vanaf daarin wel differentiatie gaan toepassen. Hè, dus de ene die wat meer belastbaar is, iets meer laten doen, en de andere iets minder, langzamer op laten bouwen. Maar je hebt allemaal niet gekorfbald. Dus hoe goed jij op een fiets hebt gezeten, of hoe goed jij hebt gebootcampt, prachtig, geweldig. Maar het is geen korfbalfit, en daar hebben we het over. Je hebt niet vrijgespeeld. En dat is denk ik de essentiële bij ons. Hoe lang heb jij echt bezig geweest met vrijspelen? Want daar zit je blessure risico. Oké, dankjewel Wim. Maaike, ik interpreteer dus als ik zie dat de vraag is relevant is voor hetgeen wat je vertelt.
Dan breng ik gewoon in jouw verhaal. Is dat goed? Ja, ja hoor. Okay. Ik heb als laatste slide nog, wat kan je zelf doen? Dit zijn eigenlijk twee vragenlijsten die wij binnen Team NL ook dagelijks gebruiken. Aan de linkerkant zie je een borgschaal. Die wordt ook heel vaak gebruikt binnen de revalidatie. En daarop kan je eigenlijk subjectief aan een speler vragen, hoe zwaar was deze training nou? En wat ik als advies zou geven, is dat je als trainer eigenlijk bedenkt, hoe zwaar plan ik mijn training? Dus stel, we beginnen week 1, ik wil wel een 3. Laten we even lekker rustig beginnen. Als je aan het eind van de training aan je spelers vraagt, hoe zwaar vond jij het nou? En de helft van de spelers geeft hoger dan een 6. Nou, dan krijg je al vrij snel een goed beeld van hoe de speler het ervaren heeft. En misschien toch iets rustiger beginnen. En die spelers die het dan wel een 3 geven of misschien zelfs een 2. Nou, die kan je misschien al wat extra's laten doen. En op die manier kan je ook individueel differentiëren. En anderzijds aan de rechterkant. Dit is een basisvragenlijstje die wij ook gebruiken voor de wellness. Dus dit zijn zaken die invloed hebben op hoe de speler zich voelt. En of die klaar is voor de training. Of die mogelijk wat verhoogd blessurerisico heeft. Stel dat een speler al heel veel spierpijn heeft. En ook nog eens heel slecht heeft geslapen. Of een enorme deadline op het werk heeft gehad. Nou, dat zijn wel wetenschappelijk bewezen factoren, waardoor je nou eenmaal een hoger blessurerisico hebt. Je kan je voorstellen als je met je gedachten niet helemaal bij bent, dat je ook minder gefocust bent op je bewegingen. En vaak zie je toch dat dan net iemand even door de enkel kan gaan, omdat je je zenuwstelsel net niet op tijd de boel kan herstellen. En de rechterkant, de wellness, is ook iets wat natuurlijk enorm per speler verandert en waarin je ook die differentiatie kan maken. Ja, iedere speler voelt zich anders en de een is heel gevoelig voor spierpijn en de ander die kan je misschien nog net wat extra's laten doen. En uiteindelijk wil je natuurlijk iedereen bij elkaar krijgen en dat is hetgeen wat tijd kost. Ja, weet je, en hoe dit dan in de praktijk werkt, is dat vroeger deden we dit schemaatje deden we het allemaal zelf. En dan, voordat ik de training begon, keek ik even in het overzichtje en zei, nou, bij wie moet ik iets meer rekening houden? Nu heb ik dan gelukkig Maaike die tegen mij zegt van, joh, let even op Daan of let even op Olaf. En dan is de volgende vraag, ja, maar wat is onze historie met, ik vind Mick bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld. Die jongen kan gigantisch veel aan. Bij hem hoef je niet zo snel gas terug te nemen. Maar je hebt ook mensen bij wie je ervaring hebt van ja, als je het nu een klein beetje doorduw, hebben ze heel snel toch weer last van een liesblessure of een peesje hier, peesje daar. Want dat is eigenlijk hetgene wat er is. Over het algemeen vinden wij het binnen het korfbal heel normaal dat mensen niet meetrainen. Want ze hebben hier een beetje last van, daar een beetje last van. En ja, als zijn ze voor dit weekend maar fit zijn, gooien we ze deze training er even uit. Met andere woorden, ze gaan minder trainen. Denken we even aan de opmerking van Maaike. Hun weekbelasting wordt lager. En de week erop, dan hebben we weer een piekbelasting in het weekend en dan gaan we weer iets minder trainen. Dus het verschil in weekbelasting gaat per week naar beneden. En elke keer gooien we daar een enorme piekbelasting van de wedstrijd bovenop. En in heel veel teams is het zo dat spelers zich echt naar het einde van de competitie toe sleuren eigenlijk. Van wedstrijd naar wedstrijd. We trainen enorm weinig. We trainen maar 2 avondjes in de week. En we hebben het al lastig om mensen gewoon een heel seizoen mee te laten trainen. Dat is toch een ervaring die heel veel terugkomt. En in mijn optiek heeft het hier heel erg mee te maken met pas je belasting van je training nou aan op de belastbaarheid van de speler. En nogmaals, iemand je speler kennen en iemand even in zijn ogen aankijken en dan weet je al heel veel. Hè? Weet je echt al heel veel. En dan nog even een extra klein vragenlijstje in laten vullen voor of na de training. Geeft je alleen maar extra informatie. En dan is het oké, nu naar de praktijk toe. We gaan straks het seizoen beginnen. Ook de ervaring is dat er straks helemaal allemaal nieuwe coaches voor de groep staan.
Die zeggen, nou, ik ga even laten zien wie hier de baas is. En we hebben maar een paar weken, we hebben zo lang stilgestaan, we gaan lekker wedstrijden spelen. Ik heb recent nog een verhaal gehoord van, oké, we gaan in de eerste wedstrijd al 2 oefenwedstrijden spelen. En het weekend erop, hup, gelijk nog een keer 2 oefenwedstrijden. Weet je wat, we zijn op trainingsweekend, dan gaan we eerst zaterdag of vrijdagavond gaan wedstrijd spelen. Gaan we nog even met elkaar lekker een drankje doen, lekker laat naar bed en de volgende dag weer een wedstrijd spelen. En misschien is op dat moment geen blessure. Maar je kunt er vergif op innemen dat er dan zo'n 3-4 weken heb je de eerste peesblessuretjes heb je alweer. Dat je te snel hebt opgebouwd. Hetzelfde is tussen kerst en oud en nieuw. Gaan we allemaal 2-3 weken helemaal niks doen. En dan in januari gaan we gelijk weer vol gas van start. En dan vinden we het gek dat we in februari allemaal blessures hebben. Dit is echt een onderwerp waar we veel meer aandacht voor moeten hebben. Ja, nou ja, ik zie wel wat vragen. Ik zal even proberen wat samen te voegen. We hebben het over fit worden. Hè. Je gaf net terecht aan Wim. Je moet korfbal fit worden. Een van de vragen die ik hier zie is het dan verstandig om als je begint met trainen eerst al zonder paaloefeningen te doen? Conditie, beweging en sprongoefeningen? Nee. Kijk, nogmaals. Vrij spelen is de essentie. Is eigenlijk het pijnpunt binnen onze sport. En dus je moet altijd een element van vrij spelen. Alleen dat kun je met heel veel weerstand. Denk aan een 2 tegen 2. Ik moet dus helemaal loskomen van mijn tegenstander. Want anders zijn we kansloos. Of ik kan het in een 4 tegen 2 doen. 4 aanvallers, 2 verdedigers. Dan hoef ik relatief weinig vrij te spelen. Het kost mij weinig moeite. Het is een vrij makkelijke opdracht. En ik kan nog steeds komen tot scoren. Als je daar meer je aanpassing in zoekt, in belastbaarheid, maar ook in je duur. Hoe lang doe je het nou? We kunnen een oefening 30 seconden doen en we kunnen dan zeggen, ga gelijk nog een keer. We kunnen ook zeggen, we houden even een minuut rust. We hebben dus 2 staat tot 1. Arbeidsrust, 1 staat tot 2. Dus 30 seconden actie, 1 minuut rust. Geef gewoon lang hersteltijd en dan gaan we weer wat meer doen. Daar kun je het veel meer in zoeken. Waarom gelijk 1,5 uur trainen, de eerste training? Waarom moeten we gelijk 3-4 keer in de week gaan trainen? Dat hoeft helemaal niet. Gewoon rustig opbouwen. Het aantal trainingen, de duur van je training aanpassen. De intensiteit van je training aanpassen. En je oefeningen, meer rustmomenten. Het hoeft niet gelijk vol gas. Maar dan kom je ook naar de realiteit. Sjouk, je moet je microfoon even aanzetten. Wim, maar als jij nou zou moeten beginnen. Ja. Want je kunt, ja, laten we zeggen, we hebben maar 3 weken. Ja. En dat is ook een beetje naar Mike hoor. Maar je wil in 3 weken het zo fatsoenlijk mogelijk doen. Ja. Met de kennis die je hebt. Dan heb je een x-aantal goede richtlijnen die je net geeft. Ja. Hoeveelheid trainingen. De duur van de trainingen. De intensiteit van die trainingen. Maar hoe kun je dit soort dingen nou doen? Hoe druk dat uit in aantallen keren, in aantallen minuten? Of, nou, ja, ik ga straks met PQC beginnen, Sjouf. En wij gaan de eerste week 2 keer een uur trainen. Of 1 keer een uurtje op dinsdag, een uurtje op donderdag. En het eerste weekend gaan we geen oefenwedstrijd doen. We gaan wel weg met de groep, maar we gaan niet korfballen. Dat is al meer dan genoeg. Tweede week gaan wij weer een uurtje trainen dinsdag, een uurtje trainen donderdag. En dan spelen wij de eerste oefenwedstrijd. Maar daarin speelt de hele selectie niet meer dan 30 minuten. Dus niet meer dan een helft. Dat betekent dus ook in je organisatie dat wij niet 2 oefenwedstrijden achter elkaar kunnen spelen. Dus niet eerst het tweede en dan het eerste. Want dan heb je 2 keer zoveel mensen nodig. Dus je speelt 3 keer of 5 keer een kwartier, noemen wij, waarbij we allemaal doordraaien. Okay, maar dat vind ik ook echt een leuke. Dus dat je eigenlijk zegt van nou, ik maak eigenlijk niet 1 wedstrijd. Ik maak meerdere wedstrijdjes. Ja. En ik zet daar eigenlijk hersteltijd intussen in. Ja. En ik speel eigenlijk iedere keer met een ander teampje. Ja. En op die manier echt je zaak opbouwt. En ik denk dat dat voor trainers kan helpen. Omdat heel vaak, we doen alles met de hele groep. En iedereen krijgt ongeveer dezelfde belasting. En vaak is het te vaak en te lang en te intensief. En dat willen we voorkomen. Ja, en dan heb je ook de realiteit. Sorry Tineke dat ik je onderbreek. Maar vaak de realiteit dat mensen in het tweede soort van misbruikt worden. Dat ze bijna 2 wedstrijden achter elkaar moeten spelen. Ja. Want ja, we hebben er niet genoeg. Dat is absoluut van belang. Maar ook, en dat is ook wel een belangrijke, omdat we maar 3 weken hebben, wij kiezen dus voor om laat te beginnen. Maar dat geeft dus wel als consequentie dat wij de eerste 3 oefenwedstrijden niet volledige wedstrijden laten spelen.
Dat is een keuze die wij maken en misschien ook wel kunnen maken. En dat is wel iets, oké, misschien dat je in de omstandigheid zit dat je dat niet kan maken. Hè, dat je echt met je beste mensen moet gaan spelen. Ja, heel simpel, dan moet je eerder starten. Als jij minder risico wil lopen op blessures, moet je gewoon eerder starten dan 3 weken voor het start van de competitie. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap. En dan krijg ik zie ook op de vragen, ik zal er even een paar doorlopen. Deze sluit wel aan op jouw laatste opmerking, Wim. Is het dan, spelers zijn vaak aan het eind van het seizoen ook moe. Hè? En dat kan mentaal zijn, het kan door de prestatie zijn of teleurstelling. Als je nu doortraint, krijg je dan die klap dat je dus eerder vermoeid bent? Of juist zeg maar de competitie, als je nu het eind mei of april pas zat bent, krijg je dat dan eerder? Is dat verloop, is dat een mentaal proces of dat een fysiek proces? Allebei. Dus doortrainen in de zomer dus, dan? Nee, ik bedoel aan te geven, het is geen verschil. Fysiek en mentaal is hetzelfde. Ja. Alleen, we noemen het anders om het beter te kunnen duiden. Maar als je zegt vermoeid, we zijn moe. Heb je eigenlijk 2 fasen duidelijk in het jaar. Dat is ergens januari, eind januari. Dat eigenlijk alle weekenden op elkaar beginnen te lijken. Want we zijn eigenlijk bezig met de slotfase van de competitie. En mensen zijn daarin moe. Zie je ook de meeste blessures ontstaan. En na onze piek in het jaar, oftewel na de zaalcompetitie, de tweede helft veld, waarmee mensen eigenlijk zich afvragen of ze dat nog wel heel erg leuk vinden. Dus ja, het heeft allemaal met elkaar te maken, Tineke. En mijn inschatting is dat die vermoeidheid, hetzij vermoeid, mentaal, fysiek, whatever, dat die ook komt inderdaad omdat het heel lang duurt met elkaar. Dus dat is een bewuste keuze van ons om juist nu geen programma in de zomer te hebben. Laat ze nog maar even met rust. Maar het betekent wel dat wij dus relatief laat beginnen. 3 weken voor de competitie. Maar wel wetende dat we dus langzaam gaan opbouwen en langere tijd nemen om, daar, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, rust is belangrijk. Ik heb hier ook een vraag van Rob die zegt, is het dan beter om bijvoorbeeld de komende 6 weken korfbal gerelateerd door te trainen? Is het risico dan kleiner op die vermoeidheid en blessures? Of komen we dan tegen andere, lopen we dan tegen andere factoren aan? En wat jij zegt terecht ook. Er is geen wetenschappelijk onderzoek die dit zal ondersteunen. En ook Maaike kan hier wel een uitspraak over doen. Maar dat weet je eigenlijk nooit. Dus er is geen eens goed of slecht. Het is gewoon, waar kies je voor? Ik weet wel dat als ik dit een handballer vraag, die lacht heel hard. Van, hoezo kun je niet doortrainen? Elke andere topsport zegt langer dan 2 weken vakantie. Ja, dat kan echt niet, want na 2 weken breekt mijn lichaam fysiek weer af. Hè? Dus al wat ik daarvoor, dus alleen maar zonde. Dus ik ga echt niet langer dan 2 weken niks doen, want dan moet ik daarna weer 3 keer zo hard werken om alles weer terug te krijgen. Ja. Dus ik wil alleen maar over de jaren meer worden. En wat wij vaak hebben is dat we ons opbouwen. En dan in de zomer dan laten we alles weer helemaal afbreken en dan weer doorgaan. En dan weer alles opnieuw opbouwen. Dat is vaak de realiteit. Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat we eigenlijk altijd door moeten trainen. Alleen dat je een periode stopt met het trainen van de korfbalacties. Maar dat je dus gewoon echt heel goed fit blijft. Dat lijkt me voor elke sporter gewoon een mooi vertrekpunt als je dat goed wil doen. Ja. En dan zijn je korfbalacties veel makkelijker. Maar ik zoek ook, Wim, naar... weet je, we gaan in het begin. We hebben maar 3 weken. Dan wil die nieuwe trainer, die wil ook nog even laten zien dat hij er verstand van heeft. Ja. Dan wil die ook nog even selecteren en bepalen wie er nou eigenlijk van die groep goed zijn en wie er niet zo goed zijn. Dat geeft allemaal stress, dat geeft allemaal pressie. Ja. Dan kun je dan misschien niet beter zeggen dat je die veldcompetitie dan gebruikt als voorbereiding op de zaal? Ja, 100%. En wat ook niet meewerkt, is dat we nog steeds daarin wel competitie hebben. Dus het gaat wel om de knikkers, die wedstrijden. Dus ja, daarom zeg ik ook, als je in een andere omstandigheid bent, dat je het echt wil gaan voor presteren of voor selecteren, ja, dan moet je echt eerder beginnen. En dan moet je dus daarin echt rekening houden met de belastbaarheid, dat die dan hoger moet zijn. En zolang die nog niet hoog genoeg is, dat je echt met een enorm risico loopt. Ja. En een andere vraag even aan Maaike. Je hebt het ook gehad over de ondergrond. En nou hebben wij ook korfbal league verenigingen die tijdens een veldperiode wedstrijden spelen op het veld, maar trainen in de zaal. Is dat ook een kwetsbare factor? Speelt dat mee? Dat je combineert van je trainingsondergrond, dat die anders is dan je wedstrijdondergrond?
Nou, ik denk dat het wel invloed heeft, omdat je gewoon anders, je afzet is bijvoorbeeld anders. Dus het is zeker niet één op één te vergelijken. Maar vanuit blessureperspectief kan het geen kwaad. Juist de overgang van een heel aantal weken alleen maar buiten op lekker demping kunstgras staan. En dan in één keer naar een keiharde vloer. Dat levert die blessures op. En dan met name kniepezen en de achilles ook. Ja, die zijn dat niet gewend. Die moeten in één keer veel sneller tot stilstand komen. Omdat die vloer niet echt meegeeft. Ja. En hebben we ook, Wim geeft aan, je moet, Sjaak net ook, je moet fit beginnen. Hè? Eigenlijk moet je, doe je in de zomer, heb je rustperiode. Dan gaan we niet korfbal specifiek trainen, maar je wil wel fit blijven. Krijgen spelers van Team NL, of is dat al te adviseren om een soort programma, een individueel trainingsprogramma mee te geven? Wat je kan doen om fit te blijven? Doen jullie dat, Wim? Ja, natuurlijk. Ja, dat doen we. En dit is dan een beetje een link, want ze krijgen ook een krachttrainingsprogrammaatje mee. Alleen die is wel even wat specifieker dan een gemiddeld fitnessprogrammaatje of een bootcampprogrammaatje. En het is nog steeds aspecifiek, dus het is een misschien, het benadert het wat meer, maar nog steeds is het niet de real deal. Team NL mensen, zou ik gewoon adviseren om zo'n 3 weken voordat je start met je training in korfbal, ga gewoon een paar keer in de week wat basketballen, ga wat badmintonnen, ga gewoon die richtingsveranderingen, dat korte, tennissen is ook zo'n lekker, voetballen is alweer, moet je dan doen wel op kleine veldjes, dus niet het hele lange. Probeer gewoon de beweging, sportspecifiek, wenden, keren, kort, dat benadert het eigenlijk nog het meeste. Ga geen duurlopen doen, dat heeft helemaal geen zin. Fietsen, helemaal geen zin. Hartstikke leuk, word je heel fit van. Maar het heeft eigenlijk geen transfer naar het korfbal toe. Dus als je een groep hebt die wedstrijd korfbal gaat spelen, die hebben 3 weken voorbereiding, dan zeg je eigenlijk rustig aan opbouwen. Niet ja. Te intensief aan je korfbal, dus 4-4, maar maak het oefenvormen 4-2 of rustig aan. Dan vraagt iemand, mijn spelers zijn wel lekker bezig geweest, maar niet korfbal gerelateerd. Dat betekent dat je die opbouw dus heel goed moet vasthouden. Dat je daar... Ja, nog steeds. Het is alleen zo dat soort mensen gewoon met grotere sprongen eigenlijk vooruit gaan, maar nog steeds rustig beginnen. Ik denk dat het ook wel een mooie is, dat als je begint en je werkt vanuit overtallen, dan maak je eigenlijk een soort overmacht aan in de twee partijen die je tegen elkaar spelen. En dat remt de intensiteit. En dan kun je dan kun je beter mee starten als dat je zeg maar, de meest intensieve wat wij kennen, is eigenlijk de 4-4 in één vak, wat constant maar herhaald wordt. Dat is super zwaar, dat is veel zwaarder nog dan een wedstrijd. En als je dan de wedstrijd ziet als 8-8, en je gaat hem daar vandaan, zeg maar, verkleinen. Als je dan overtallen gebruikt en je doet kortere tijden en je neemt meer rustperiodes en je gebruikt tussen elke training minimaal 48 uur, dan denk ik dat je een pracht van een richtlijn hebt om voor jezelf de zaak op te kunnen bouwen. Maar als je begint met dinsdag trainen, donderdag een oefenwedstrijd voor allebei de teams, een leuke tegenstander uit de andere kant van het land, ja, dan denk ik, ja, als je dat nog 2 of 3 keer doet, dan ligt er meteen 2 of 3 spelers liggen met een blessure eruit. En dat ga ik geen testen doen. He, dus een Cooper-test, mensen gelijk kotsend over de reling hangen, is vaak meer een machtsmiddel van de coach dan dat het echt een meerwaarde heeft. Het zegt niks over de korfbalfitheid. Ook die testen, insanity test van hoe vaak kan je dit per seconde, per halve minuut, hoe vaak kan je dat? Dat slaat helemaal nergens op. Het heeft helemaal geen enkele zin. Het maakt alleen het lichaam kapot en dat is juist niet wat je wil. Stapje voor stapje opbouwen. Ja, eigenlijk is het meer een meetinstrument hoe gemotiveerd je bent of eigenlijk hoe dom je bent. Ja, absoluut. Ja, dus korfbal fit krijgen, dat is belangrijk. Ik heb even nog een vraag, zie ik hier van Jeroen. Die vraagt, wat geef je aan bij 5, energielevel? Ik denk dat het met jouw presentatie te maken heeft, met die vragenlijst. Ja. En nummertje 5, wat geef je daarbij aan? Nou ja, de schaal is van 1 tot 10. En je moet eigenlijk denken, 1 is zitten, wandelen. En dat bouwt op in intensiteit. Dus
nou ja, een wedstrijd waarin het er echt om gaat, dat is wel een 9 of een 10. Dus je geeft eigenlijk altijd de intensiteit van de activiteit aan. Maar als jij bijvoorbeeld de sukkel bent die de koekentest moet lopen, nou, dan mag ik wel hopen dat je 9 of 10 geeft, want anders had je nog harder kunnen rennen. Zo moet je het eigenlijk zien. We hebben nu trouwens, bij handbal hebben wij ook een aantal hele jonge atleten die dit dus dagelijks in moeten vullen. Daar hebben we ook nog een hulpmiddel van, hey, als jij een 10 invult, dan betekent eigenlijk, ik kan geen enkele herhaling meer doen. En een 9 betekent, ik kan dit nog één keer doen. En dat kan je een beetje als hulpmiddel gebruiken om hoe dat in te vullen. Ja. Wat hier de ervaring ook mee is, is dat als je hiermee start, zijn we allemaal is het een soort van chaos van, hoe moet het nou? Hoe moet ik nou eigenlijk invullen? En wat is nou het verschil tussen een 5 en een 6? En dan proberen we het heel precies te duiden. Maar de ervaring is eigenlijk twee dingen. Eén is dat ze op een gegeven moment heel goed leren wat het verschil is in belasting tussen de een en de andere training. Maar ook dat jij hun antwoord steeds beter leert duiden. Je moet als coach ook een beetje leren, wat is nou een 7 en hoe moet ik hier nou mee omgaan? Dat als Tineke dit een 4 vindt en Maaike vindt dat een 7. Is het dan ene goed, andere niet goed? Nee, het kan best zijn dat jij het zo ervaart. Maar dat heeft dus alles te maken met jouw belastbaarheid. Hoe jij dus dingen ervaart. En voor een ander is dat misschien veel, veel te zwaar. En dat kan. Het kan ook best zijn dat je daar van tevoren over nagedacht hebt. En de volgende training wil je het misschien gelijk hebben. Dan zeggen we, nou, dan geven we Tineke, die gaat nog even een keertje. Geen enkel probleem. Dit heeft ook een beetje tijd nodig om dit te laten, om er wat ervaring mee te krijgen, om wat feeling mee te krijgen van zowel spelers, maar ook coaches. Zeker. Wim, je raadt ze dus ook eigenlijk aan, alle coaches die nu zeg maar hier zijn, om, laten we zeggen, dit gewoon met elkaar te doen voor een training. Even met elkaar praten over hoe staan we nu? En wie is, wat zijn de verschillen? Hoe voel je het? Want je leert ook beter te voelen. Je leert beter waar te nemen, je gaat elkaar beter begrijpen. En het onderwerp van de belastbaarheid die jij hebt en de belasting die de coach erin gaat stoppen, ja, die kun je ook beter, daar kun je beter mee spelen dan. Je wordt een betere expert van. Ja, maar ook je leert, en dat is ook een beetje de ding, in dat gesprek met een speler leren spelers ook beter keuzes maken. Want ze, op het moment dat je ter sprake bent welk effect slaap heeft op jouw herstel en jouw prestatie, we weten het wel. Maar als we nou direct zien dat we na de wedstrijd enorm feest gevierd hebben, waardoor we niet 48 uur de tijd hebben om maandag weer te kunnen trainen, maar iets langer daarvan moeten herstellen. En we zien die eerste training, zien we ze op dinsdag eigenlijk nog steeds allemaal vermoeid zijn. Dus, hey, dat heeft allemaal relatie met elkaar. Dus het gaat minder om regels, maar meer elkaar leren over hoe kunnen we nu onze belastbaarheid vergroten, zodat we gewoon harder kunnen trainen en dus ook gewoon onder grotere weerstand onze wedstrijden kunnen spelen. En dat we dat beter volhouden, want uiteindelijk gaat het daar ook gewoon om. Ja, ik denk dat je dat ook meetelt. Ik zie hier ook een vraag, heel concreet. Hè. Er worden op maandagavond al selectietrainingen voor de talenten gedaan, hè, in bepaalde leeftijdscategorieën. Ja. Dat 1 keer in de 14 dagen. Die trainen in de zaal. Ook tijdens de veldcompetitie. Waar moet je dan als trainer bijvoorbeeld rekening mee houden, Maaike? Of is dat gewoon is dat goed te combineren als ze 1 keer in de zaal trainen en 2 keer op het veld? Nee, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ja, wat ik net ook al zei, er zijn verschillen. Maar juist die overgang van alleen maar veld naar in 1 keer alleen maar zaal is het gevaarlijke. Ja. En een week niet trainen tussen zaal en veld, is dat heel veel invloed? Jij liet het schema zien. Nou, ik heb zelf gekorreld, je keek soms wel uit dat je tussen veld en zaal even een weekje weg kon of andere dingen kon doen. Is dat te adviseren of zeg je van, nou, dat moet je totaal echt niet doen, je moet echt altijd doorgaan? Nou, in een bomvol seizoen zou ik zeker even een paar weekjes helemaal niks doen. Hm. Want helemaal niks is natuurlijk weer het andere uiterste, maar... Ja, je ziet ook hoe belangrijk stress is. En juist in zo'n weekje vakantie kan dat stressniveau lekker dalen. Dat heb je ook nodig om er uiteindelijk weer beter uit te komen. Dus ik zou... Daar komt bij... Een verschil tussen helemaal niks doen en nog wel gewoon een beetje in beweging blijven. En iets... Helemaal niks. Ja. Niemand, daar liggen maar heel weinig, liggen gewoon echt op de bank, hè. Uiteindelijk doen ze zeker nog wel wat. En om even toe te voegen op de vraag van de talenten op die maandag. Juist die groep
zie je eigenlijk op steeds jongere leeftijd al enorme blessures. Hoe kan dat? Nou, heeft natuurlijk ook weer een heel ander onderlaag van hoeveel spelen ze nog buiten, gymlessen die afnemen. We doen er niet alleen korfbal, we doen ook andere dingen na. We zitten op de fiets, moeten we naar school toe. Enorme stress daar zo. Allemaal factoren. Enorme groei, dat niet te vergeten. Allemaal factoren die meewegen in hoe kan ik nou deze speler belasten. En in heel veel gevallen is alleen maar dat gesprek gaande houden en rekening houden met dat soort factoren, is al voldoende. Dan weet je eigenlijk al heel veel. Ja, want als we een bepaalde leeftijdscategorieën hebben, dan spelen natuurlijk altijd de 16, 17, 18, 19 jaren bij elkaar. Bij senioren kan het dus zo zijn dat je een 17-jarige en een 30-jarige in één team hebt. Ja. Daar zul je dus echt goed moeten kijken. En dat is dan ook het leren zien van je mensen en spreken en praten met ze om te kijken hoe fit ze zijn. Om daar echt individueel een aanpassing in te doen bij het trainen. Zeker. Als je het hebt over de externe load van deze persoon, is natuurlijk van zo'n jonkie, is natuurlijk veel groter dan dat hij gewend is. Dus ja. Het stresslevel is daarom al hoger. En laat je hem dan evenveel doen als die 30-jarige die dit al 10 jaar doet. Ja, dan jaag je zo'n jonkje alweer over de kling. Dus ik zou juist zeggen, haal die juist even iets eerder uit de training. Of juist even iets minder die wedstrijden. Laat hem even dus 8 weken wennen aan deze nieuwe omstandigheden. Ja, nou, dat denk ik wel belangrijk. En kun je ergens een individueel programma downloaden, staat hier, om te trainen vooraf, dus in de tussenperiode? Op de KNKV-site zal een advies, een richtlijn over, en dat gaat dus over hoe lang ga je nou die trainingen doen, wat voor trainingsvormen ga je dit doen, hoe vaak in de week, hoeveel ga je nou wedstrijden, er zal een richtlijn komen over de eerste 9 weken. Oh, okay. Nogmaals, het is geen opgelegd iets, maar het is meer een advies over hoe kun je dat nou verantwoord opbouwen. En het nog steeds, dat is wel belangrijk, hè, nog steeds kan het daarin verkeerd gaan. Het kan nog steeds zo zijn dat spelers toch nog geblesseerd raken. Het is het is meer een richtlijn wat verstandig is. Maar net zoals dat het met 1 week training ook goed kan gaan, kan het met 9 weken heel rustig en verstandig opbouwen ook verkeerd gaan. Maar er komt op de KNKV-site zal er een advies komen. En kunnen we dan ook die vragenlijst die jullie hebben daarop publiceren, dat mensen dat kunnen gebruiken? Ja, zullen we daar aan toevoegen? Ik heb even een beetje een algemeen afrondende terugblik van dit uur. Wat jullie eigenlijk ook wel belangrijk vinden, is dat je je spelers goed kent. Hè? Dus dat je weet in wat voor staat ze zijn, hoe fit ze zijn, hoe hun mentale toestand is. Nou, er zijn allerlei factoren die daar van invloed zijn. Dan heb ik nog 1 vraag aan jou. Misschien kan Sjaak dat toelichten of Wim. Als je nou trainer bent van een team en je moet het allemaal alleen doen, je hebt geen Maaike langs de lijn staan of je hebt zelfs geen teammanager. Wat zou jullie advies zijn? Is het echt belangrijk dat je daarnaast jou als trainer iemand hebt staan die met jou meekijkt naar de omstandigheden van elke training? Kunnen we dat meegeven aan een trainer, dat advies? Van zoek daar iemand bij jou die daar, dat je met 4 ogen meer ziet denk ik als met 2, maar dat het wel van belang is, van dusdanig belang. Ja, sowieso, Tineke, tuurlijk. Ik weet ook de realiteit dat we dat allemaal wel zouden willen. Een enorm uitgebreide staf. Als ik nu kijk naar de voetbalbondscoaches, die hebben een staf van 23. En ze hebben ook allemaal een functie. En natuurlijk, dan denk ik ook wel eens van, dat zou ik wel willen. Want het heeft allemaal meerwaarde. Ik denk dat het allerbelangrijkste is ook dat jij als coach dit een klein beetje rekening mee houdt, vanuit kennis handelt en dat je en daarbij ook gewoon blijft investeren in je spelers, dat je weet wat hun thuissituatie is, dat je weet wat voor omstandigheden ze komen en op het moment dat je deze persoon in de ogen aankijkt, dat je aardig weet hoe het zit. Natuurlijk, dat is alleen maar aan te raden en als dat door meerdere mensen zo is, dan is het alleen maar handig als je zo'n persoon hebt. Maar ja, de realiteit is vaak ook dat je dat niet altijd hebt. Voor mij is dat bijvoorbeeld de medische staf. Hè, dus een fysio verzorger is dit een hele belangrijke factor. Deze persoon vind ik dit nog wel belangrijker. Dat hij hier een vinger aan de pols heeft dan dat hij goed zijn tekens legt. Ja, dat is natuurlijk prachtig als je dat al hebt.
Ja. Er zijn natuurlijk ook een heleboel teams die geen vaste fysio of wat dan ook hebben, die ook gewoon een wedstrijdsport doen. Het gaat erom, denk ik, dat je het op de agenda zet. Dat je het met je team erover hebt. En ik weet wel, je kunt niet over alles praten. Maar zeker in de beginperiode, als je het seizoen opstart, moet je met elkaar allemaal aandacht maken voor hoe gaan we dat nou samen opbouwen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we lekker fit aan het seizoen kunnen beginnen? En daar weten spelers ook heel veel van. En je kunt elkaar dus veel leren. Maar als je het niet op de agenda zet, ja, dan zie ik de meest gekke dingen. En dan beginnen we met heel veel sprints en heel intensief 2-2, 1-1. Allemaal gekke dingen doen. Maar dus praten met elkaar over. Het begint met het op de agenda zetten. Ik zie nog één laatste vraag. Is alcoholgebruik bepalend voor een langer herstel? Zeker. Ja, zeker. Over het algemeen. Ik zal de laatste zijn die zeggen dat het ook een andere functie zou kunnen hebben op teamvorming. Maar laat ik zo zeggen, ik ben ook grootgebracht in een trainingsweekend waarbij we de avond voordat we nog een wedstrijd gingen spelen, veel gingen drinken. Nou is dat hopelijk wel wat afgenomen. Maar natuurlijk heeft dat effect, enorm effect zelfs. Ik denk goed, hè? Even afrondend gezien het geheel. Het op de agenda krijgen, wat Sjouk zegt, is denk ik belangrijk. En dat is wat er aandacht voor is. Dat zijn alle factoren die we besproken hebben. En dus dan zou voeding ook een onderdeel kunnen zijn. En alcoholgebruik. Dat goed is om dat bespreekbaar te maken met je team. Het blijkt ook wel dat coachen een vak is. Dat je het niet zomaar even doet. En dat je erover na moet denken. En ik zou zeggen, ja, als je je echt wil verdiepen, volgende opleiding. Om de KT3 of KT4 instappen. Wij zullen de vragen, volgens mij hebben we alle vragen ook wel beantwoord. Mocht je dat nog niet, mocht je toch nog een brandende vraag hebben, kun je ons natuurlijk altijd mailen. Heeft iemand van ons vier nog, een andere nog een nabrander of iets wat je mee wil geven, nog als afsluiting? Nou, de website, daar komt dus inderdaad zo'n advies op te staan en een vragenlijst, die kunnen jullie gebruiken. Dat zal binnenkort zijn. Ook de webinar komt daar live terug te kijken, die kun je via de webinar of via de KKV-site zien en dan kun je het ook delen met anderen, mocht je dat bespreekbaar maken. Maaike, ik wil jou ook in het bijzonder bedanken voor jouw inbreng. Ik denk dat het heel leerzaam is geweest. Heel goed. Ja. Kom naar buiten, ook mochten er resultaten zijn of interessante dingen die voor alle trainers in Nederland van belang zijn. Ik zou zeggen, deel het met ons en dan kunnen wij het met onze achterban delen. Wim, bedankt voor je tijd en jouw ervaring. En Sjouk. En Pleun, bedankt voor alle technische dingen en toekenning van alle 200 trainers die hier vanavond bij aanwezig zijn geweest. Dan sluiten we het webinar af en dan bedank ik jullie voor jullie deelname. Yes, bedankt voor het kijken iedereen. En als jullie nog feedback hebben of opmerkingen, kunnen jullie die nog in de vragen en antwoorden zetten, ook als het is afgelopen. En ook als jullie nog andere onderwerpen hebben waar je graag nog eens een webinar over wil zien, laat ze daarachter, dan nemen we die nog mee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.